Kijk, kijk, we waren een van de eerste die er iets over zeiden. Nu hebben we concurrentie. Oh, hier, kijk hiernaar. Wat moeten we nou? Oh, wacht, ik weet al wat we moeten. Jullie moeten allemaal op ons stemmen. We doen mee met... Ik neem nog niet op, hè. Ik neem het op. Oké, niks gezegd. Oh, wacht, anders dan neem jij het ook op. En dan... Dubbel start. Oh, dit is streamen. Waar ben ik live? Je moet stream preview doen, Jan. Dat is voor opnemen als video. Hitbox.tv of zo. Volgens mij ben ik live op Hitbox. Wacht, we gaan gewoon zo'n streamlink. Nou, hier, kijk. Je kan hier bij de feed top 100 video's... kun je je favoriete video van het afgelopen jaar invullen. En natuurlijk is jouw favoriete video dit. Dit is jouw favoriete video. Dat weten wij, omdat het gewoon een hele goede video is. Het is dus Minecraft, Minions, dat heb je nog meer. Seks in Minecraft met Minions. Je hebt alles wat je wil in je leven zit in deze video. Dit is onze kans om met zo'n kwalitatieve video in de top 100 video's te komen. Dat kan alleen als iedereen op ons stemt met al zijn mailadressen en namen die heeft. Want iedereen heeft natuurlijk meerdere namen en zo. En het allemaal deelt, zodat zoveel mogelijk mensen hierop gaan stemmen. Zeker nu we concurrentie hebben. Ik had eigenlijk nog gehoopt dat gewoon mensen het niet door zouden hebben en zo. En dat leek ook even zo. Maar toen niemand het boeide, maar blijkbaar zagen mensen het. Die andere mensen hebben het ook al verneukt. Oh. Maar ga vooral stemmen. Deel het, dat is belangrijk. We moeten met deze video in de top 100 komen. Want wie weet gaan ze het dan afspelen. In de stream of op tv of zo. En het is belangrijk, oké? Okay? Het is belangrijk. Het is onze beste video die we hebben gemaakt. Het is nodig. Oh, je moet trouwens als je stemt wel een bestaand mailadres gebruiken. Anders dan hebben ze misschien door dat het nep stemmen zijn. Als je meerdere keren stemt. Het systeem is zo makkelijk te manipuleren eigenlijk. Maar ja, ook eigenlijk wel. Ik bedoel, het is niet te manipuleren. Ga vooral stemmen. En ja, zolang ze er niet achter komen dat het te manipuleren is, kunnen we misschien in de top 100 komen.